That's it, Brian? Ik zeg yo, wat up mensen van mijn kanaal, KMTGP. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite video op mijn kanaal jongens. Vandaag ben ik met QueenieBoy nou en we gaan de Stay Away to Heaven Challenge doen. En zoals je gaat zien, het wordt best leuk in deze video. We zijn een keer vierde geworden en negen als ik het goed heb. Maar jullie in ieder geval niet van deze video vergeten. Zeker weten een duimpje omhoog doen en zeg ik veel plezier met kijken. Later eens. Oké, mensen, welkom bij een nieuwe video. Ja, we gaan steeds weer terug. Met game portaal 2. Yo, what up? Maar één ding is wel kut, we hebben maar 2k hout. Dus we komen niet zo heel ver. Ja, en we gaan eerst kijken waar de cirkel naartoe gaat. En dan gaan we niet gelijk al in Wallingwood, zeg maar, omhoog bouwen. Mm-hmm. Als we echt helemaal naar bijvoorbeeld Tilburg moeten. Gaan we eerst een stukje rennen gewoon. Ik ga hier alvast een beetje steen hakken, ja? Ja, maar we hebben geen wapens dan, hè? Ja, regel jij je wapens even in Wallingwood. Ja, ik ben nog niet eens geland. Ja, ik ben wel geland, maar kijk waar ik ben geland. Oh ja. Steen zo, en dan hak ik even dit steen. Ik heb er wel een medkit. Oh, en de chest en de blauwe vending machine. Nou, ik vind wel van alles hier, hoor. Hey. Oké, ik heb een grenade launcher. Waarom ik dus een keer een gebakje aan heb gedaan, is omdat ik dan in de snap geloof misschien hoor. Ik heb een grenade launcher, dat is mijn eerste wapen. Echt shit. We moeten wel echt zorgen. Ik zit in de eerste cirkel. Zit wel gelijk in de cirkel, dus we gaan wachten tot de tweede cirkel, ja? Mm-hmm. Vanaf de tweede weer cirkel gaan we de Stay Away to Heaven Challenge doen. We moeten wel echt 999 goud hebben, allebei. Ja, zeg maar, buiten de cirkel ga ik alvast een beetje beginnen. Dan ga ik ongeveer al met 100 hout beginnen. Ja, is goed. Maar ik kom wel even zorgen dat we allebei... Ja. Kut. Nee. Bij mij zitten mensen. Ja. Sst, even stil. Ga gewoon crouchen. Stil. Sorry als ik dood ga. Ik heb al 3 hier. Ah, ik weet. Ik heb 1 kill. Ik schrik me dood door jou, man, gek. Wauw. Zo, die shit, hij kwam van achteren, jongen. Oh. Ik ben blij dat ik shotgun vond, jongen. Ja, nou, ik ben blij dat ik tenminste nog 3 kogels heb. Ik moet wel echt gaan hakken, man. Ik heb al 400. Ik heb pas... Auw! Achter me! Wat een leier. Ja, nou, yay! Daar ging mijn shield. Ik zie mijn HP dan. Ja, ik hitte hem serieus gewoon. Maar hij ging gewoon niet dood. Ja, dus van achteren. Shit happens. Ik kan nu niks met dubbel doen, hè? Dus je kan geen dubbel beagle of zo meer doen. Nee man, klopt. De pump is ook alweer uitgehaald. Want je pakt de pump nu nog slomer. Echt super irritant dat je pump nog slomer pakt. Ik wil eigenlijk wel een impulse granaatje hebben eigenlijk. Ik heb al bijna 9 leven. Nou, daarna moeten we echt gaan fixen voor steen, man. Wel echt vies dat hij van mij in mijn rug kwam. Ja. Waardoor ik nu nog maar 45 HP heb. Ik wil echt impulses hebben. Maar chill, is jij even sniper? Ja, impulses moeten we hebben als we eraf worden gegooid.
Ja, daarom. Dan geven we gewoon aan elkaar één eentje op. Bijvoorbeeld jij twee en ik één. Zodat we het alle twee kunnen overleven. Misschien of we meer kans hebben, weet je wel. Mhm. Ik heb 999. Ik nog niet, dus dat is echt shite dit. Ik ga hier even wat steen hakken, want hier staat wat steen. Ja, doe jij dat maar, ja. Ik heb een crossbow hier liggen voor je. Oh, chill. Wacht, hier liggen impulses. Ja. Ja, het zijn er drie. Chill. Gunstig. Normaal wil ik zeggen, ik ga het nooit meenemen, maar nou heel graag. En voor die mensen die willen weten waarom, als we eraf worden gegooid, dan kunnen we die onderrond gooien en anders overleven. Maar ook weer niet, want het kan misgaan en dat maakt ook voor de wet niet voor uit. Dat is ook wel heel leuk om te doen. En soms natuurlijk, sommige potjes kloot je wel eens, maar... Dit is echt de eerste potje te kloot. Als we nu Victoria maken, dan gaan we elk potje stil weten waar we doen. Oh, wow. Dit is hier al genoeg. Het is hier, is nog niet genoeg? Dat ja, welke? Bij die auto, daar. Kijk, hier al, bij mij. Maar ik heb nog steeds geen AR, hè? Oh ja, ik wel al. Maar... Ik heb genoeg metaal ook. Ik heb 99 metaal en 300 steen. Ik heb 30 steen, 38 metaal en 999 hout. Oh, waarom is deze auto al genoemd? Heb jij dat gedaan? Volgens mij wel. Is dat een auto, gewoon een normale grijze auto? Ja, grijze auto, ja. Dan heb ik hem gedaan. Achteren. Nee, echt zo chill dit, hè? Oké, ja. Ik moet zo even iets nieuw hout hakken. Moet even deze chest openen. Oh, gunstig, gunstig, gunstig. Met kit en een blauwe burst. Die netjes moet je nog niet innemen. Het zei ook echt pas toen ik hem in had genomen. Er is daar een loot. Een care pack, dus anders is beschoten. Ja, de kant waar ik op kijk. Maar Quinn, dit is echt zo slecht wat we nu doen, hè? We moeten hier blijven. Waarom loop je weg? Waarom loop je weg? Materials. Wat? Hoeveel hout heb je nu? Ja, 999, maar... Ik wil wel wat meer... Oh, Quinn, ik heb mini shields voor je hier liggen. Daar in dit torentje daar, bovenin. Ja. Oké, als je mij volgt, dan kunnen we daar even een stukje omhoog bouwen. Ja, maar kijk Quinn, laten we eerst zorgen dat we ook genoeg materials qua steen hebben. Ja, heb ik al. Ik heb 489 steen. Ja, ik wil ook even wat steen hebben, want ik heb geen steen. Oh nee, jou nog beter. En nog een blue pump, maar die heb ik niet. Weet je wat? Ik doe gewoon mijn pumpje weg voor die. Hè? Ja, wacht, jongen. Wacht. Nou, kom, hak eerst even dit weg, man. Als we dit hebben weggehakt, dan weten we zeker dat we safe zitten. Ik heb al 500 steen. Hé, zo niet. Maar weten we zeker dat we safe zitten qua shit. Dat we ook safe zitten dat er geen mensen meer achter ons zitten. Wat zei je? Dat is chill voor mij. Ik heb een slurk, dat is super chill voor mij. Oh ja. Ik ga... Oké, wacht even. Ik ga even dit huisje looten. Ja. Die carepack is wel beschoten, maar hij is nog niet geopend, man. Ik kom nu naar je toe. Oh, zo.
Wat doe jij dan? Knokken. Er is al een poort voortgebouwd in de dingen. Ja, I know. Hey Quinn, thanks hè, ik weet. Hier gaat het beginnen dan, het avontuur. Ja, we moeten wel een beetje richting de cirkel lopen, ja. Pas wel op dat we niet op het allerhoogste punt al zitten, hè. Zometeen dat we niet meer kunnen. Quinn, heb jij nog een plekje voor een impuls? Ja. Ja, dan geef ik jou even één impuls. Oh, we moeten echt doorgaan, maat. Gaan we vast beginnen met platformen. Oh shit. Kijk uit, niet daarop staan. Niet daarop staan, terug, terug. Oké, okay, Quinn. Ja, run. Ja, drop, drop. Dit vind ik altijd zo eng, hè? Ik ook. Wacht hier tot het storm is. Wacht hier. Oké, okay, jij gaat verder bouwen. Hi. Hi on the sky. Oh, ik zou nu zo natielijn zijn als ik het nu ga editen en op net laat donderen. Hé, hey, weet je wat hier ook bij jou? Hé. Hey. Dat poortenpoort. Ik zweer dat je het hebt gezien op video's. Dat mensen bij het poortenpoort deden. Maar hoeveel poortenports kun je eigenlijk stekken? Volgens mij 5 of zo. Weet ik niet. We blijven gewoon hier wachten. Ja, ik ga een beetje hier naartoe. Ja, ik ook. Voordat het daar wel naar beneden schoot. Wie hebt een sniper toch? Ja. Oké, ik zet wel mijn impuls achteraan, want ik heb dit wel, dan kan ik gelijk naar mijn impuls switchen. We wachten gewoon tot de volgende cirkel gaat. Ook ik sta met mijn vleugels in de storm. Oh, dit is zo spannend eigenlijk wel. Ja, I know. De helft van Fortnite laat bij mij niet eens in. Nee, als je op hoogte zit. Dit ziet er wel erg vet uit hoor. Ja, kom, we gaan even gems en dan screenshot maken. Zo, ik kan ik er. Ja, oké, okay, wacht. Kijk, met die replay kun je een vet screenshot hiervoor maken. Is daar net niet gebouwd op Factory? Ik denk dat daar gebouwd op Factory net een paar seconden geleden. Maar Quinn, als we het niet meer redden. Oké, ik hou sowieso 100 hout over. Als we het niet meer redden qua houtproblemen, dan kunnen we naar beneden lopen gewoon met de trap naar beneden bouwen. Maar ik heb 500 stenen ook nog, hè? Ja, ik heb 200 en 146 metaal. Oké, wacht. Ik ga één keer op zo'n care package schieten. Maar die komt niet eens aan bij die care package. Ik mag hem serieus niet eens hitten. Hé, hey, je moet er wel even oppassen. Wanneer die gaat lopen, gaan we ook, ja. Oké. Hey, doe je, Edwin. Het was leuk geweest. Hoi. Oh. Hey, doe je. Zeg wat, hè. Och, ik dacht dat ik niet bouwde, gek. Ik heb eigenlijk van de platform afgelopen, per ongeluk. Oké, okay, blijf gewoon hier zitten. Oh, dus in die pot laat ik echt lekker in, man. Ja, echt, hè? Ik heb 2 breed gedaan. Ja, maar dat speelt heel veel hout. Alleen voor hier even en zo meteen niet meer, oké? Okay? Hey, er leven nog 12 mensen, want dan zitten nog steeds in de lucht. Echt niet, 10. Oh, nog 10 jaar is het al. Dat is zo geniaal. Ja,
ja. Oh ja, high in the sky. High in the sky. Oh, 7 mensen. Holy shit. Het gaat best goed. Allebei 1 kill toch? Ja. Oh, wacht. Ik zie daar... Oh, dat is een storm. Ik dacht, ik zie de guard op missen. Kijk, ik zie iemand. Nee, echt? Ja. Ga je hem snipen? 360 graden. Dat zal ik granaten naar gooien. Ja hoor. Let op, ja. Oh, wat? Oh, ik zie hem daar. Hij bouwt er een fort. We moeten oppassen nu, Quinn. Als hij ons naar beneden schiet, hè? Zodra één keer ons platform wordt beschoten, moeten we gelijk weg hier. Ik dacht dat hij schoot, gek. Oh, ik heb echt al zo ontzettend veel ammo. Wat? Wat? Het is er. Hij heeft ons gespot, hij heeft ons gespot. Ik maak het 3 breed. Kut, rocket. Nope. Oh nee, mijn impuls heeft niet gewerkt. Ik hou ook niet. Kom, we gaan nog een tweede potje doen ook. Ja. Oh, dat is zo leuk. Oh, wat een leuke challenge eigenlijk. Nou, op naar het volgende potje. Ja. Oh, ik zie met de virus dat zo vaak goed gaat. Het ging in één keer mis. Maar het was iemand anders hè, die het spotte. Het was helemaal bij Dusty zat hij. Dat was zo kut. Dat was zo rot. Hoe kon hij zo ver gaan als een rocket? Huh? Ja! Hij zat helemaal bij Dusty, hè? Oké, zo gaat het zijn, boeien. Het was leuk. Oh, ik ja. Ook. Ik ga het gewoon vaker doen. Dit is gewoon leuk. Ik heb ook de elite aardje uit aangedaan. Elke dag gaan wij 1 potje gewoon kloten met dit. 1 potje stil, wait, we have a challenge. Nou, dan zijn we dan aangekomen bij het volgende potje. En dan... Ja, let's go. We zijn aangekomen bij het volgende potje natuurlijk. Kijk, ja, ik ja. Heb ook al 30 goud. Ik wou alvast naar boven voor ons, ja? Ja, is goed, ja. Man. Hé, hey, ik spreek zo. We gaan wel weer naar Wailing Woods. Sowieso, anders gaan we het niet halen. Ja. Ook naar Mosty. Dat kan ook. Ja, maar ja. Zullen we Mosty pakken een keer? Ja, het kan. Oké, we gaan kijken hoe het gaat in Mosty. Ik wil echt. We moeten eigenlijk dit vaak gaan doen. We moeten zorgen dat we impuls hebben. Dan moeten we gaan oefenen met impulsgranaten. Ja, maar mijn impuls ging serieus niet af. De mijne wel, alleen ja, hij ging niet goed. Ik gooide hem, maar mijne kwam niet onder mij. Ja, die van mij kwam precies onder mij, alleen hij ging serieus af toen ik knocked was. Oh wauw. Ja, je moet hem eigenlijk, weet je wat ik moet doen? Je moet hem gooien en daarna moet je erachteraan springen. Je moet eigenlijk al springen, in de lucht springen om eraf te gaan springen en dan moet je hem recht onder gooien. Het is me trouwens wel een keer gelukt, want ik ging ermee oefenen. Gewoon dat je niet gelijk nog ging, maar wel gewoon damage kreeg. En kijk of ik damage Als je het goed doet, hoef je niet eens damage te krijgen. Ja, weet ik. En toen ik het goed deed, kreeg ik 0 damage. Dan moeten we gewoon weg gaan oefenen. Na de opnames gaan we er sowieso wel even mee oefenen anders. Ja. Ja, nu kreeg ik veel sneller uit met deze bomen. Ja, dat wel, ja. Ik heb nu 132 hout en 1 boom, hè? Ik 91 hout. Maar het is sowieso 2k hout. Als we dan ook nog eens goede steen fixen. Dus als we zo meteen gewoon, als de cirkel ons mee zit. Dan gaan we, als het cirkel ons mee zit en de cirkel zit bij ons. Dan gaan we anders ook gewoon even prissen nakken. Oké, okay. Ja, dat wordt hem niet. Maar wel hakken in Mosty Maya, want dan wil ik wel echt 999 hakken. Ook. Eigenlijk, Stillway to Heaven Challenge, met 2k hout kun je het easy halen eigenlijk. Want het gaat best snel hoe de playstyle gaat.
wel zijn voor de car. Echt? Ja, je ligt gewoon een random car. En nu heb je echt zoiets van, shit, ik wil eigenlijk geen stay away to happy, Jensen. Oh nee hoor, ik vind het wel fijn, hè. Maar dat is echt niet uit. Als we niet waren gaan schieten, we zijn toch vierde geworden, hé. Best netjes om vierde te worden met de Stay Away to Happy Challenge voor de eerste keer voor mij. Voor mij de tweede keer. Met wie heb je het nog een keer gedaan dan, vaker? Met Damien. Oké. We zijn ook niet bepaald echt heel dicht bij elkaar ofzo. Ik heb hier de paardenskast voor je liggen, man. No way. Ja. Heb je een blauwe jas gevonden? Ja. Oké, wacht, kom eraan. Blijf er even bij staan. En ik heb een mini shield hier liggen voor me. Oké, nice. Blijf er even bij staan bij die score. Kijk, ik heb precies een point opgezet. Ik heb al 500 hout, dus het gaat toch redelijk de goede kant op. Maar we moeten wel echt opschieten met dat hout hakken, man. Ik moet hier snel weg. Oké, ja, ik ga even deze boom maken en dan pak ik, ik ga ondertussen even en meer. Ik heb een blade launcher en een sniper. Oh, lekker. Ja, dat is wel gewoon chill wat je moet hebben voor Stay Away to Happy Chillers. Ik heb echt bijna niks gehad. Wie? En ik heb nu al 500 hout. Ah, ik heb 600 hout. Oh ja, ik zie het liggen, de ship. Jij weet precies wanneer ik een blauwe jar heb gevonden. Als ik jou of een golden geef, scar. Wat vind ik dan? Een blauwe jar. Ja, of een golden scar. Een golden scar houdt me zo wel van veel. Hey Matkicho, waarom neem je die niet mee, mag ik? Ik schrik ben. Ik neem die mini shield even gauw in. C4's. Ik heb een sniper, ik meet langs een golden headcanon. Ik heb nog maar 800 hout, hè. We moeten wel heel snel wezen zometeen. Ik heb ook 800. Ik krijg voor deze AR bullets. Weling moet ging toch sneller, man. 119 auto uit één boom. Holy shit. Ik heb al 999. Oh, nice. Oh, ik ook. Hak niet eens door. Ik krijg 119 auto van één boom. Holy shit happens. Ik kreeg 136 van één boom. Oh, hier zitten wel mensen. We hebben, we moeten wel impulses hebben. Shit. Quinn. Waarom hak ik eigenlijk hout als ik toch al 999 goud heb? Ik ben alvast begonnen. Oh wauw, ga je er zo trapjes bouwen? Ja, heel erg wel. Weet je waarom? Om even hoog te gaan een beetje. En dan pas. Je snapt me? Nee. Oh. Oh, om op eenzelfde plek omhoog te gaan. Ja, om niet gelijk naar beneden geschoten te worden. Oh man, ik flikker echt elke keer bijna bij af bij zo'n bocht. Kom hier staan, bij mij. Kom. Let's begin met de Stay Away to Heaven Challenge. Maar zolang wij niet gaan schieten op mensen en die dom gaan lopen doen, dan hebben ze ons ook zo minstens gauw door.
Daar gaan we met normale platformen bouwen. Oh. Terug. Oh. Kom. Shitey. Er zijn nog maar 400. No way. Scheid uit. Oké, nu één rechte lijn maken. Dit kost zoveel hout, dit, hè? Nog maar 300. Ja, ik pak ook vast mijn hout erbij. Oké, gewoon blijven zitten in de border, oké? Ik heb 100. Shitey. Een beetje kut kunnen we zeggen wel. Oh nee. Dit gaan we niet halen, Quinn. Weet je wat? We moeten naar beneden. Ik ga naar beneden een paar boom maken. Ja, ik ook. Ik ga je helpen dan. Kan je verder bouwen? Ja. Oh. Kijk, en dan rennen we zo gelijk heel snel naar boven, ja? Ja, is goed. Wacht, hier ligt een slurp in het huis. Niet innemen, alsjeblieft. Wat dan? Luister naar mij en niet innemen, maar neem me mee. Of ik neem me wel mee. Voordat we damage krijgen zometeen. Zoveel. Hé, hey, bandage. Kan ik altijd meenemen? Nee, shite. Ik denk dat we niet meer terug gaan, man. Omhoog. Niet? Nee, man. Kijk, dan moeten we nu echt gaan, hè. Kijk, ver we omhoog moeten. Kom omhoog. Oké, ja, ik ga vast. Kijk, hoe ver we omhoog moeten, dat is al één ding wat het probleem is. Ik heb tenminste weer, ik heb tenminste weer bijna 400. Echt, 392. Oh ja, dat gaan we sowieso niet halen, man. We moeten wel iets eerder stoppen met omhoog gaan. Ja, dat is waar. Doe daar waar ik nu ben. Hier? Kom. Ja. Oh shit, dat gaan we nooit halen, maat. Gewoon doen. Oh. Je hebt toch een kip bij je? Ja. Ja, dat is hem. Nee! Oh! Oh, gek, kutsgezeik. Ik heb de hele tijd. Zie ik niet dat ik kan bouwen weer. Ja, we materials zijn er ook bijna doorheen. 200 hout. Ja, 100 hout. Ja, ik moet echt stoppen, man. Ik heb niet meer. Ik moet de medkit in gaan nemen zelfs. Wat doe je, Quinn?
Ja, ga maar dood. Spring hier naar beneden. Kom. Wacht, er is iemand daar. Waar? Daar ergens, daar op het ding. Negende, netjes. Ah, jammer dit, maar ja. Ja, heb je nog wat voor deze livestream, voor deze video, en dan zeg ik, laters.